Hey, goeiedag. Kijk, vandaag wil ik het hebben over cognitieve gedragsstoornis. Kijk, en dat is waar wij vandaag de dag vooral Caribische gebieden, Amerikaanse eilanden, vasteland aan lijden. Ook wij hier in het hele Nederland. Hè? En kijk, we beginnen natuurlijk even met een mooie foto, zoals je hier ziet. Dit is vanuit een Nederlands boek. Hè? Het heet De Nieuwe Onbekende Wereld, beschrijving van Amerika en het Zuidland, vervatende door oorsprong der Amerikanen, dus de oorsprong van Amerikanen en Zuidlanders, gedenkwaardige tochten derwaarts, gelegenheid der vaste kusten, eilandsteden, sterkte, dorpen, tempels, bergfonteinen, stromen, huizen, de natuur van beesten, bomen, planten, de vreemde gewassen, godsdienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereelde en nieuw oorlogen, versierd met afbeeldsels na het leven in Amerika gemaakt. Oké. Dus. We beginnen hier met de cognitieve gedragsstoornis. Laat even een like achter als je nu meteen al die stoornis ziet. Oké, we hebben net gelezen de oorsprong van Amerikaanse mensen, landen, etc. Dus dit hele plaatje is de oorsprong van Amerika. Dus deze persoon is Amerikaans, maar dit zou je denken, komt uit Afrika. Is een zogenoemde neger, een Afro-Nederlander. Ja? Kijk, je ziet hier die toonverschillen van het pigment. Ziet hier gewoon gekke beesten. Ziet hier, what the fuck is hier aan de hand? Amerika, beschrijving van Amerika. Dit is gewoon een beschrijving. Oké? Door Johan Maurits, prins van Nassau. Dus gewoon een prins gemaakt. Oké. Wat is dan precies cognitieve gedragsstoornis? Met de term cognitieve gedragsstoornis. Functies worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie. Dit is dus informatie. We hebben altijd wat anders aangeleerd. Dat hebben we verwerkt. Functies zoals waarnemen, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie, taalgebruik en vaardigheden. Stoornissen in één of meer cognitieve functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven. Nou, wij hebben mentale stoornis. Wij hebben niet geleerd dat wij dit zijn. Het is ons altijd geleerd dat deze persoon, wij dus uit Afrika komen. Nou, daar begint al de stoornis. Risicogroepen, mensen met dementie, depressie of beroertes, hoge bloeddruk, meerdere lichaamsziekten of meer verschillende medicijnen. Nou, dus ook mensen die dus in een westerse samenleving worden opgegroeid, die totaal niet dat bloed in hen hebben om dat dus te doen. Niet in het DNA zitten, gaat storingen. En dan krijgen wij een term zoals black aangesmeerd. Dan krijg je storingen. Op het moment dat iemand het zegt, krijg je storing, maar je wilt het wel zelf zeggen. Dat klopt niet, omdat je het is aangeleerd om het zomaar aan te nemen. Nou, preventie, gezonde levensstijl en gezonde informatie. Nou, dat ga ik dus nu aan jullie geven. Kijk, het begint natuurlijk allemaal met Black History of Black Lives Matters. Die hele groepering vanuit een Serb of een Hongaarse Joods-achtige, niet eens een bloedlijn Jood, maar iemand religieus Joods opgezet. Natuurlijk een democraat, Freemason, die dus gewoon alsnog doorgaat met ons pakken. Nou, wat betekent black? De meeste mensen nemen het gewoon aan, maar neem het niet aan. Je haat het als mensen zwarte zijden. Dus black, bleek. Dus bleken. Dus gewoon alleen maar negatief, hè? Dus alleen maar negatief. Color black, ink, dark spot, dark skin, black clothing, light race, pigment, Creole, America's heart. Het is alleen maar negatief. White is mooi, black is mooi, is lelijk. Kijken, oh. Onnodig, onnodig. Excuses. Nou, zwart is het tegenovergestelde van wit. En zwart betekent gewoon in principe is ook best wel negatief. In het Nederlands, dat zwarte klinkt toch ook gewoon zacht. Het zag zwart van mensen. Nou ja, knecht van Sinterklaas, Zwarte Piet. Zwart van de honger, is altijd negatief. Zwart zaad. Ja, ik kan ook verder zoeken. Het wordt vaak gewoon altijd negatief beschreven. Gewoon altijd. En doordat dus die cognitieve gedragsstoornis bij ons is aangeboren, wij zijn met de stoornis aangeboren, want het is ons geleerd dat wij uit Afrika komen. En
niet uit Amerika en dat wij black zijn en niet Amerikanen. Er wordt ons gezegd dat we black zijn en geen Amerikanen. Kijk, ik ga nu even naar Webster Dictionary. Als je intikt, American. Dit is Noah Webster. American. Originally applied to the aboriginals or copper colored. Kijk eens naar mijn hoofd. Je ziet copper colored. Dit is copper colored. Like elk boek dat is. Dus zij noemen ze black, zwart, Afro-American, Afro-Nederlanders. Alles, alle classificaties die ons is zijn gegeven. Dit is de originele. Found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in America. The name American must always excel the pride of patriotism. Wat ik bedoel maar te zeggen is, kijk, er zijn gewoon mensen op YouTube die deze informatie, dus die al deze boeken, want je hebt hier zoveel mooie boeken. Ik heb er een aantal opgeslagen, beschrijving van West-Indië. Oh. Je bent laden. Kijk, beschrijving van West-Indië. Heb je hier Oriental Masonry, ook een hele interessante. Dus dan zie je dat hier wordt beschreven dat eigenlijk alle informatie, Freemasonry en al de Amerikaanse vogel, gewoon informatie is uit Amerika en niet uit Afrika. Kijk, Juan Ponce de Leon, beschrijving van eiland Groenland, Amerique, The Chronicles of America, Let Me Be a Free Man, moet ik lenen nog, American Being the Latest and Most Accurate, Being the latest and most accurate description of the Navy, the new world, West Indian. Oké, dit is dat ene boek. Bijvoorbeeld Allegory of the Planets. Dat is gewoon, kijk, hier ga je gewoon mind blown zijn. Want hier zie je dus echt dat die continenten, dat is de Amerikaan, de copper colored American, is dus de zogenoemde neger, is de Hebrew Israelite, is dus de verloren stam, et cetera. Nog even iets verder hoor. Ik heb wel een sneak peek kunnen krijgen. Maar dit is toch prachtig. Dan kijk hier, die en die. Dit is een Amerikaan, Europeaan, Aziat en een Afrikaan. Wauw. Kijk nou. Afrika en Asia. Kijk hoe light skin Afrika is. Want Noord-Afrika is light skin. En Amerika. Kijk, de meeste mensen in Amerika zijn donker. De originele. Want je, zeg maar, je hebt de original American. Dat is deze. Dan heb je ook nog degene die uit Afrika is gekomen. En daarna zijn dus de Siberische, de Mongolische gekomen. En dat zijn de Latino's, Hispanics en de Native Americans. En toen zijn nog een keer Afrikanen een aantal gekomen. Wij denken het zijn alleen maar Afrikaan gekomen, maar wij waren daar dus al. En dat allemaal vermixt werd dus uiteindelijk mulatto genoemd. En dat hoef je niet eens Europees in je te hebben om mulatto genoemd te worden, wijze van. En daarom ga ik weer terug naar deze cognitieve gedragsstoornis. Omdat dit de waarheid is. En je dat niet is aangeleerd, stoort het nu. En daarom moet deze informatie stap voor stap bij jou gebracht worden. En ik heb al deze informatie van bijvoorbeeld Curry Mayo. Hij heeft gewoon een hele afspeellijst van Unknown American History from Indigenous American to African-American. Zo zie je dat dus. Hier wordt alles eigenlijk van stap voor stap uitgelegd hoe dus wij dus mentaal, dus via cognitieve gedragen, zijn aangeleerd dat wij uit Afrika komen in plaats van origineel Amerika. Net als in Nederland. De meeste Surinamers en Antillianen denken dat ze uit Afrika komen. Waarom? Zodat Nederland die vandaag nog steeds de dag de Koninkrijk der Nederlanden heet. En Nederland, waar wij vandaag de dag zijn, gewoon een mini-stuk is. En de rest allemaal over zeeën is. Zullen
En wij dus nog steeds denken dat het Afrika komen, zullen zij dus niet, wij dus niet zeggen, hey, geef ons land terug, omdat wij niet het idee hebben dat het ons land is. Je hebt gewoon een hele serie. Zie je dus een American, pap, 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 dan ga je terug, geeft hij ook gewoon, dit is ook een van de mooiste dingen, series denk ik, Biblical Tribes, en dan kijk, die is hier, sorry. Die is hier, Unknown American History. En dan heb je vooral dus Amerika, the origin of the name Amerika, komt natuurlijk van Amaru. Omdat wij de Amaru en Amuru betekent serpent. De serpent. Maar ja, wij krijgen in de Bijbel geleerd dat serpents slecht zijn. Hè? Dat is die mentale trap. Kijk nou. Ja, ik denk dat deze... Even om even een goed beeld te krijgen van wat dus cognitieve gedragsstoornis echt is. Dit is Amerika, Amarokaan. Zie je? Zie je? Boom. Dit is fucking mooi. Dan heb je hier nog een mooi account. Hè? Deze gaat vooral over Prester John. We hebben het hier over King James. Bijbel kent iedereen. Iedereen kent Jezus. Iedereen kent Elias wel. Iedereen kent Mozes. Of iedereen kent. Weet ik, kan ook weer van Mongolië. Genghis Khan. Iedereen kent Genghis Khan. Iedereen kent alle grote warriors. Nou. Deze man gaat dus precies uitleggen hoe wij dus wel gered zijn of kunnen worden en achter wie wij stonden. En dat er ook gewoon snitchnikkers rondlopen, hè? Sellout-nikkers. Je hebt moors, je hebt muren. Niet iedere donkere persoon is, ben jij. Het is een tribal war. Deze laat precies zien wat de tribal war is tussen wie en wat en waarom en hoezo. Dat de Jew-ish hebt en Jews, Judah en Rubenis en Romanis en Levi's. En als laatste wil ik hier nog even kijken. Er wordt natuurlijk gezegd de duivel, zwart is slecht, nou ja, melanin. Kijk, er wordt natuurlijk een mythe bovenaan gezet, maar dat is Google. Google is natuurlijk een democratisch bedrijf. 666 Melanin heeft gewoon dit. Dat is gewoon de power. En dat kan je gewoon intunen. En dit is Black Hebrew Israelites. En natuurlijk het woord Black. Maar nog even terug. Hier de cognitieve gedragsstoornis. Dit zijn allemaal dingen die wij dus nooit hebben aangeleerd. En nooit hebben gezien. Of hebben meegekregen. En doordat wij juist het tegenovergestelde hebben aangeleerd. Hè? Of 180 graden of andere kant. Of compleet gewoon een bullshit verhaal. Zijn wij altijd op het verkeerde been gezet. Maar ja, we zijn beginnen gewoon te ontwaken. En die waarheid moet gewoon naar buiten komen. En teachers zoals deze. Daar staat gewoon real informatie. Maar in het Engels. Hè? Dus vandaar dat ik nu probeer in het Nederlands voor jullie een beetje te gaan vertalen. Zodat het duidelijk is dat hier dus ook de originele Amerikanen uit Suriname, de Antillen en alle ABC-eilanden, Curaçao, dat al die mensen gewoon in ieder geval weten dat het een eiland is. En de meesten weten natuurlijk ook, maar in de mainstream niet. En dat moeten we dus vanaf. En de mainstream leidt dus gewoon echt aan die cognitieve gedragsstoornis. En oh my. We moeten gewoon gesaved worden, want het is gewoon ons holy land. En daar gaat King Drop, de Drop Radio, 40 True. 40 True is ook gewoon de nature tune van de natuur. De frequenties, de HZ. Hawa. Hawa. Snap je? Het is mooi. Dus we gaan het hier ook gewoon verder over hebben. Stay tuned, hè. Maar het gaat vooral om die cognitieve gedragsstoornis. Dat wat is... binnenkomt, lijkt dus onbekend, omdat je gewoon compleet het verkeerde en het andere hebt aangeleerd. Omdat dat dus zo is, waar we dus aan lijden, zou je dit natuurlijk proberen te ontkennen, omdat je gevoel dat doet. Je gevoel zegt, nee, dat klopt niet. Maar langzamerhand begin je in te zien, begint het DNA toch te kloppen met de informatie die je binnen gaat krijgen. En dan valt alles op zijn plaats. En dan gaat deze cognitieve gedragsstoornis en patronen gaan weg. Dat je eigen paradigma en kan intunen
met de serpent, je serpent kan ontwaken. Je, zoals de Bijbel zegt, je Christ. Maar ja, dat is gewoon een elixir wat je pineal gland, je third eye laat ontwaken, je kroon, je corona. Dus dit moeten we, hier moeten we vanaf. In het hele land, bij iedereen. Nederland was ook niet op de antidiscriminatieconferentie. We hebben Zwarte Pieter, Sinterklaas, al die ongein, etnisch profileren. En dat is puur omdat wij termen zoals dit niet aannemen en termen zoals dit wel. En dat heeft alles te maken met dit. Oké, okay. Tot op het volgende filmpje. Peace out.